afgevraagde, wat is nou het belangrijkste aan een strip? Is het nou het verhaal of zijn het nou de tekeningen? Maar eigenlijk, als ik erover nadenk, is het heel simpel. Het ligt zo voor de hand. Het zijn de tekeningen. Oké, voordat ik nu allerlei boze scenaristen over me heen krijg, laat ik het even uitleggen waarom. Dan snappen jullie het hopelijk. En ik heb hier een heel mooi voorbeeld om mijn punt te illustreren. Illustreren, een ander woord voor tekenen. Het derde deel van de reeks Centaurus, getiteld Het Waanzinnige Land. Nou, laten we meteen even bij de cover beginnen. Als ik deze cover zie, dan denk ik van, oké, ik zie figuren, maar blijkbaar, hier zie ik ook figuren met schaduwen. Dus eigenlijk moet ik hem, nou ja, dan zie je het dus niet meer, moet ik hem zo doen. Dus eigenlijk liggen deze grote, ja, dingen op de grond en staan er andere mensen bij te kijken. Dus het perspectief is alvast heel interessant, maar ik weet nog helemaal niks hiervan. In ieder geval zal ik de indruk krijgen dat het ongetwijfeld wel een science fiction strip zal zijn. Dan heb ik pas Buck Danny besproken en eigenlijk heb ik nu een soort déjà vu, want ook bij Buck Danny gaf ik even een opmerking over de cover en daarna ging ik naar de eerste plaat die je ziet als je het album openslaat. En dat is dan deze plaat. Ja, toen ik dit lag, had ik echt zoiets van, wauw, dit is gaaf. Dit is gewoon net een foto. En dan ga ik bladeren. Ja, en dan kom ik nog weer hele mooie tekeningen tegen. En die tekeningen, die gaan ervoor zorgen, ga ik dit album kopen en lezen? Of denk ik van, nee, spreek me niet zo aan en ik leg het weg. En op dat moment weet ik nog helemaal, bijna helemaal niks van dat verhaal. Het enige wat ik eventueel zou kunnen doen in de stripwinkel is natuurlijk even de synopsis op de achterkant lezen, of in ieder geval de informatie die daar staat. Daar wordt dan ook nog gezegd dat deze strip gemaakt is door een drietal grootheden in het science fiction genre, namelijk Leo, Rodolphe en Jan Jetof. Nou, laat ik dan meteen even dit zien, dan weet je even wie wat doet. Er is ook nog een Jan Jetof junior die de inkleuring heeft gedaan. Het kan wel een reden voor mij zijn om toch te denken van, oké, mooie platen, grote namen die dit gemaakt hebben, dit is misschien wel een strip die ik mooi ga vinden en dan kan ik hem toch gaan kopen en gaan lezen. Dat grote namen toch niet altijd betekent dat je meteen helemaal enthousiast over deze strip bent, die heb ik ook gehad als ik wat verder ga bladeren. Nou ja, goed, het maakt eigenlijk niet zo heel veel uit, maar bijvoorbeeld dit eventjes. De gezichten in deze strip, ben ik heel eerlijk in, die doen mij niet zoveel. Dat is voor mij niet echt een reden om nou te zeggen van, daarom ga ik deze strip lezen. Dus de decors vind ik echt heel erg mooi. Die zijn echt prachtig gemaakt. Maar de gezichten eigenlijk niet zozeer. Maar goed, omdat ik de gezichten niet meteen op die eerste pagina zag, ben ik gaan lezen. En ik heb dan zoiets van, ik lees dit album uit. En terwijl ik aan het lezen was, pikte ik even het verhaal op. Want dit is het derde deel. Ik ken de voorgaande deel even niet. Het is geen bijster origineel verhaal, want het gaat over een groep mensen die met een ruimteschip weggegaan zijn van de aarde, omdat de aarde onbewoonbaar is geworden. En ze zijn op zoek naar een nieuwe planeet om zich daar te kunnen vestigen. Nou komt er even een leuk detail bij over die eerste plaat, deze. Want dit is dus niet op de aarde, hoewel je dat wel zou zeggen, want dit is Mont Saint-Michel, als ik het even goed zeg, in Frankrijk. Je weet wel, dat stadje waar je als het eb is naartoe kan lopen en als het vloed is met een bootje weg moet. Nou, dit is dus niet op aarde. Dus dan heb ik al zoiets van, oké, dat maakt het al wel interessant. Dus ze zitten dus op een planeet die wel bepaalde overeenkomsten met aarde heeft. Maar hoe komen al die gebouwen daar? Nou, dat is dus het mysterie. Daarnaast, er zit een verrader op dat ruimteschip. Want er gebeuren daar dingen, er gaan mensen dood, worden mensen aangevallen. En ja, wie zit daarachter? Dus dan krijg je ook weer zo'n zoektocht. Maar de manier waarop ze het brengen, waarop dit verhaal opgebouwd wordt, die zorgt er wel voor dat ik toch wel heel erg nieuwsgierig ben en aan het lezen ben. En ondanks dat ik die gezichten nog niet zo geweldig vind, blijf ik dan toch doorlezen. Omdat ik toch wel benieuwd van, wie zit er nou achter? Wat is er nou precies aan de hand? Want ja, dat weet ik niet. En het lastige is, aan het eind van dit verhaal weet ik het nog niet. Dus nu heb ik echt zoiets van, ondanks dat ik niet helemaal kapot ben van dit album, wil ik eigenlijk toch wel het volgende deel gaan lezen. Want ja, het verhaal heeft mij dus gegrepen. Dus de tekeningen zorgen ervoor dat je een album gaat oppakken en gaat lezen. En uiteindelijk is het wel het verhaal wat je echt gaat pakken. En wat gaat zorgen ook dat je, ondanks misschien dat je niet helemaal verder kapot bent van tekenwerk, misschien toch het volgende deel wel gaat lezen. Dat is even de wisselwerking die ik zie. Ja, mijn visie op het hele stripgebeuren. Ja,
Natuurlijk, tekeningen zijn hartstikke belangrijk. Scenario's zijn allebei even belangrijk natuurlijk. Daar komt het uiteindelijk wel op neer. Maar als jij als nieuweling, ja, om jou te verleiden om een strip op te pakken, is het tekenwerk toch wel heel erg belangrijk. En het verhaal zorgt er uiteindelijk voor dat je je hecht aan een bepaalde reeks. Nou, dat is bij deze gewoon gelukt. Ik zeg al, die gezichten, die vind ik echt niet zo geweldig, maar die... Maar de decors en het scenario wel. Dus ik ga zeker het volgende deel van Centaurus ook lezen. Nou, ben jij nieuwsgierig geworden? Dan weet je waar je hem kan vinden. Wat ik altijd zeg, bij de stripwinkel. Ga hem daar zelf even in kijken. En als je denkt van nou, dit lijkt me wel wat. Ga hem lezen. Maar ik zeg je alvast, het verhaal zit goed in elkaar. En dat is toch wel heel erg belangrijk. Bedankt voor het kijken. Heel veel leesplezier. En ik hoop jullie bij de volgende video zeker weer terug te zien.